Beste Max, van harte gefeliciteerd. Winnaar van de allerlangste, allerkortste race ooit. Zo wil je de boeken toch graag ingaan, of niet? Nee joh, tuurlijk niet. Je wil de boeken toch ook niet ingaan als degene die levenslang gratis een voorraad Domino's pizza's krijgt, omdat hij de 100.000ste klant is die er explosieve diarree van heeft gekregen. Wat een gigaklote wedstrijd. Deze wedstrijd zuigt harder dan een Dyson met een kookverslaving. De kwalificatie was zaterdag super spannend, omdat de regen was gevallen. Dus iedereen had ontzettend veel zin in die race. Maar die kon niet doorgaan, omdat er regen was gevallen. Volgens mijn milieubewuste nichtje, een onwijze natuurfreak, was dit karma. De natuur is alle vervuiling meer dan zat. Hashtag Formule 1, hashtag eigen schuld dikke bult, hashtag karma is a bitch, twitterde ze vanuit Ibiza, waar ze voor een weekje naartoe is gevlogen. Zo begaan is ze met de natuur. De enige echte winnaar van de race op Spa was het publiek. De hele dag in de regen wachten op iets wat maar niet door kan gaan. Het is alsof je als maagd in de rij staat te wachten bij een prostituee en ze uiteindelijk het bordje omdraait naar gesloten, net wanneer jij aan de beurt bent. 50% van het publiek meldde zich maandag ziek bij de baas. Waarom? Niet omdat ze een kater hadden van het zuipen bij de Formule 1. Nee, een dubbele longontsteking met een vliegende kinkhoest van het 20 uur lang wachten in de regen met je knieën in de modder. En omdat je daarna met een soppende natte modderbroek in de leaseauto van diezelfde baas tot 2 uur 's nachts in de file hebt gestaan. Ik hoop niet dat het op Zandvoort zo gaat regenen, want anders zwemmen alle haringen vanuit de kraampjes zo weer terug naar de zee. Ja, en dan kun je zeggen dat Hamilton nog geluk heeft gehad, omdat door het halveren van de punten het verschil tussen plek 1 en plek 3 ook maar de helft is van het normale aantal. Maar nee, iedereen wilde racen en dat kon helaas niet. Het zou echt te onveilig zijn. Maar dan, komend weekend, eindelijk Max, eindelijk terug op heilige grond. Het enige ski-circuit ter wereld waar je, als je een verrekijker meebrengt, ook nog vrouwen topless kan zien zonnen. Op 25 augustus 1985 werd er voor het laatst op Zandvoort gereden door het Formule 1-circus. Wie er won? Niki Lauda. Dus beste Max, wat is er nu mooier dan de opvolger te worden van de grote Niki Lauda? De man die over jou zei, zo'n talent zie je maar eens in de 100 jaar. Nou ja, dan in Duits. He, weet jij hoeveel mensen jij zondag heel blij kan maken door te winnen? Ja, oké, er zijn ook een paar mensen tegen dit evenement. He, omdat de geelgerande waterkever pijn zou zijn aan krijgen aan zijn oren. En de ribbelige naakslak zich er niet helemaal thuis zou voelen. Maar er zijn ook een hoop normale mensen tegen. En die zeggen, waarom wel op Zandvoort en niet bij een ander evenement? En die mensen hebben groot gelijk. Maar die schuld ligt niet bij de Formule 1, maar bij de overheid en het demissionair kabinet met hun meer dan falende beleid. Je kan veel zeggen over de race in Spa, maar hij ging in ieder geval een stuk sneller dan de formatie. Voor jou is de missie duidelijk, Max. Je ligt nog maar 3 punten achter op Lewis. Zondag kun jij de koppositie weer overnemen in Nederland. Op Zandvoort. Zandvoort zal oranje kleuren. En voor al die mensen die er wel bij mogen zijn, je hebt een hele hoop geld betaald om de allergrootste sterren te zien racen. Als je gaat schreeuwen, doe het dan voor onze Max en niet tegen Lewis. Die zal er echt wel om slapen hoor. Als jij je kleedt als clown Bassie, dan interesseert het je echt niet wat andere mensen van je vinden. En als Lewis crasht in ronde 1, vlak voor de hoofdtribune. En als jij als eerste over de streep komt, tuurlijk juich ik dan ook. Ja, harder dan het regende op Spa. Heel hard zelfs. Ga ons maar vermaken, Max. Laat het Wilhelmus klinken daar waar het hoort. Ik heb gehoord dat een prinsje jou gaat begeleiden op piano. Bij gebrek aan wat beter. We gaan op naar de grote prijs van Nederland. Kom op, Max.